Van Valkenburg, Walram en Reginald. Beiden beminden Alix, de dochter van de graaf van Kleef, maar Walram was gelukkiger dan zijn broer. Reginald haatte hem en Alix daarom ook met de grootste haat. En de
bruidsnacht, van Reginald de bruidskamer ingeslopen, nam een mes ter hand en vermoordde beide geliefden. Sanderdaags heerste een grote rouw op het slot Valkenburg, want de geliefde Alex en Walram waren dood en de moordenaar Reginald was nergens te vinden. Deze was na zijn daad geheel uit zijn moedertrance ontwaakt en in paniek vluchtte hij nog dezelfde nacht van de burcht op zoek naar vergeving. Zo brachten zijn schreden hem naar de Schaalsberg, waar de kluizenaar zijn relaas aanhoorde en toen deze woorden sprak. De hemel heeft mij ingegeven, gij zult als pelgrim naar het noorden gaan, totdat gij geen aarde meer onder uw voeten hebt. Daar zal een teken u verder gaan. Zo verstrok Reginald naar het noorden en met hem twee gedaanten, een witte en een zwarte, beiden uit op Reginalds ziel. Ze verliepen weken, totdat Reginald op zekere morgen een grote wereldzee voor zich zag en aan de oever wachtte een bootje met een gestalte en sprak: we verwachten u. Gedrieën stapten zij in en vroegen zwijgend richting een grote schip, genaamd de Vliegende Holland. Tot aan het einde der tijden dwaalt Reginald nu over de aardse zeeën en dobbelen de witte en zwarte gestalten om zijn ziel. Ze zullen het ophouden eer de jongste dag aankomt. Reeds 7 eeuwen spookt het hier. 2 blauwe vlammen dwalen rond, Walram en Alex. Maar op deze heugelijke dag tachten zij kortstondig de dood en keren uit de mist van het verleden terug naar het heden, om voor u allen u welkom te heten op hun burcht. Ridder Walram van Valkenburg en vrouw Alex van Kleef. Uitstekend mag gaan, een goede gezondheid en dat er vrede mag zijn. Dank u wel. Ik ga nu over tot het beklauteren van die helling, want dat is dacht ik de openingshandeling. Ik weet nog niet hoe het gaat gebeuren, maar ik zal het gaan doen. Dank u wel.
uit op de Engel van de Rivier. Thank you.